We hebben allemaal de maatregelen van het kabinet gehoord als het gaat om het coronavirus. Ook in Ede hebben we daarmee te maken. Tot op heden hebben we geen besmettingsgevallen, maar dat kan natuurlijk morgen anders zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat u vragen heeft en ook zorgen. We hebben als gemeente natuurlijk ook naar onszelf gekeken. Wij proberen de publieksdienstverlening zo goed mogelijk op orde te houden. Heel veel, wanneer u ons nodig heeft, kan natuurlijk ook via internet. Dus benut u dat vooral. Wanneer er vragen zijn, zorgen, kijkt u ook op de website, niet alleen van het RIVM, maar ook de gemeentelijke website. Het is best een heftige periode voor heel veel mensen. Laten we elkaar ook steunen in deze periode en helpen waar dat kan. En dan komen we, dan vertrouw ik op deze periode zo goed mogelijk door.